In deze uitzending schenken wij weer aandacht aan de heer Aroeman Mohammed. Hij leidt aan etterende zweetklierontsteking. Aroeman Mohammed werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis en hij werd geopereerd. Voorzitter Viswale bracht hem een bezoek daags nadat hij werd ontslagen. Op balkon in een hangmat troffen wij hem aan. Hij kreeg een financiële ondersteuning van mevrouw Tevrede Terborg en een levensmiddelenpakket van mevrouw Lucia. Kijkt u maar mee. Is wederom thuis. Je weet dat hij een weekje gelegen heeft in het academisch ziekenhuis voor een ingreep. En nu is hij weer thuis en wij brengen een bezoek, maar niet met lege handen. Wij hebben wat inkoopmateriaal. We hebben van mama Lucia. Mama Lucia is een van onze donateurs. Zij is onlangs 70 jaar oud geworden en heeft gemeend 10 mensen blij te maken middels levensmiddelpakketten. En ook van mama Tevrede Terborg een envelopje dat wij gaan overhandigen aan Aroeman. Laten we even een babbeltje hebben met meneer Aroeman. Meneer Aroeman, namens mevrouw Tevrede Terborg met lang omtje financiële ondersteuning. En namens mama Lucia, 70 jaar oud, hiep. Mama Lucia die heeft gezorgd voor 10 goed gevulde voedselpakketten. En een van de pakketten overhandigen wij voor meneer Aroeman. En daarnaast hebben we ook wat inkoopmateriaal, ook van een andere donateur. Meneer Aroeman, ik doe een week in Atos. Hoe is het gegaan? Ja, het is goed gegaan, meneer Vismaan. Succesvol. Ja. Je mag klagen ook. Je mag klagen ook. Nu moet ik wel naar die wond verzorgen. De dokter wil zeggen, gaat circa 2 maanden duren om weer genezen te zijn. Hoeveel operaties heb je ondergaan? Dit is pas de eerste operatie. Dus ik had hem weer gevraagd, toch? Hij zou eerst de helft gaan doen. Maar toch gaat er nog pijn overblijven daar. Kan het niet helemaal gedaan worden? Hij zei: oké, als je die pijn aan kan, als je een zorg hebt die je verband 3 keer per dag kan verwisselen. Dan kan dat wel, dan heeft hij het gedaan. Ja. Dus nu zijn de pijnen al weg? Juist niet, meneer Vismalen. De pijnen zijn er nog, omdat die wond nog vers is. Je moet nog 2-3 maanden wachten? Ja, totdat hij helemaal genezen is. Goed, u heeft zelf gehoord van meneer Aroeman nog 2-3 maanden wachten aan het jaar. En hij heeft nog hulp nodig van u, blijft u deze man ondersteunen dat wij vaker wat kunnen betekenen voor deze Aroeman. We kijken naar uw ondersteuning uit en vragen nogmaals uw hulp te bieden naar deze man die alleen woont, heeft uw hulp heel hard nodig. U mag het via 112 doen of u kunt zelf naar hem toe komen om hem te ondersteunen, maar het is moeilijk. We kijken ernaar uit en rekenen op uw ondersteuning. God bless.